Het is mij als voorzitter dit jaar een extra genoegen om deze prijs te mogen aankondigen. Niet in het minst door de prijswinnaar. De daadwerkelijke uitreiking laat ik gaan over aan iemand die daar vanuit zijn functie zeker meer recht toe heeft dan ik. En ik ben blij dat het de Stichtschapprijs is. Ik nodig voor de uitreiking graag uit wethouder Sandberg van Breda. Dames en heren, als je een prijs uit gaat reiken, dan probeer je natuurlijk de prijswinnaar zo lang mogelijk in het geheim te houden. Dan hou je de spanning in het verhaal. Maar ik denk dat u allen al weet aan wie dat ik de prijs ga uitreiken. Dus dacht ik, om de spanning er een beetje in te houden, ga ik toch de prijswinnaar om te beginnen hier naartoe roepen. Maar ik ga beginnen met iets anders dan hem die prijs te geven. Wel nu, Maarten Tonder, mag ik jou op het toneel vragen. Dames en heren, ik weet niet hoe het u vergaat, maar oog in oog te mogen staan met de schepper van Tom Poes en Olivier Bommel, dat zegt je wel wat. U weet wat er dadelijk gaat gebeuren. Toch wil ik ten overstaan van u eerst met iets anders beginnen. Vanmiddag mocht ik namens het gemeentebestuur van Breda de organiserende vereniging van dit driedaags evenement met stripschap met haar gasten verwelkomen op het stadhuis. En ik heb daar in wat kleinere kring ten overstaan van een 40-tal genodigden, een aantal bestuursleden, een eregast van het stripschap, André van Kwa, een klein present aangeboden namens het gemeentebestuur. Want ook wij hebben in de historie van onze stad een figuur, het is dan weliswaar geen stripfiguur, maar een figuur die voor de historie van Breda van bijzonder belangwekkende betekenis is. Wij hebben Adriaan van Berg, de turfschipper, die gedurende de 80-jarige oorlog Breda bevrijd heeft van het juk van de Spanjaarden toen destijds. Dat beeld wat op de binnenplaats staat van Breda, van de stadhuis in Breda, dat beeld, daar hebben wij een wat verkleinere uitgave van gemaakt. Dat hebben wij benoemd tot ereprijs van het gemeentebestuur van de stad Breda. En vanmiddag heb ik gezegd, en ik wil het vanavond herhalen, zoals de turfschipper Adriaan van Bergen destijds Breda voor zich won, zo heeft, dames en heren, het stripschap dit gebeuren en uiteraard in het bijzonder vanavond Maarten Tonder Breda voor zich gewonnen. En om dat te symboliseren wil ik, voordat er iets anders gaat gebeuren, een honneur van het gemeentebestuur van Breda, Adriaan van Bergen en Maarten Tonder uitreiken. Maarten Tonder dus is niet van het stichtschap, die is van het gemeentebestuur. Eindelijk dan, dames en heren, oog in oog met de schepper van Tom Poes en Olivier Bommel. Dat heb ik 2 jaar geleden de stripschapsplanning prijs aan Jan Kruis heb uitgereikt.
vorig jaar aan Jean Julier, vanavond, dames en heren, aan Martin Toner. Martin Toner, die thans in Ierland woont, die jarenlang in Laarden heeft gewoond, ook een stukje opleiding in Rotterdam heeft genoten, die eigenlijk niet zo bekend is met het Nederlandse ten zuiden van de rivieren, te midden van een stukje Brabantse hartelijkheid, hier in het turfschip van Breda, dames en heren. Martin Toner, die nu heeft verblijd jarenlang met de uitoefening van een markant kunstenaarschap. Die vele wijsheden en kwinkslagen in zijn figuur naar buiten heeft gebracht. Meermaals verbonden aan een eigenzinnig en verfrissend moraal. Martin Toner, een goed lezer en een goed kijker, kan veel lering trekken uit uw figuren. Uit, mag ik het zeggen, u bent 70 jaar, dan mag ik het zeggen, uw levenswijze. Persoonlijk, maar wie ben ik, waardeer ik het, dat u het literaire aspect aan uw werk zoveel aandacht heeft besteed. Waardoor er eigenlijk een boeiende band is ontstaan tussen literatuur en het beeld. Maar ik zei al, wie ben ik? Deskundigen hebben de Stripschapsprijs 1982 aan u toegekend. Niet vanwege één strip, maar vanwege uw gehele oeuvre. Nogmaals, ik heb er geen verstand van, maar ik slaat me graag en bij harte bij die keuze aan. En ik hoop van harte, en dan weet ik dat ik zeker namens ontzettend veel mensen spreek, dat uw kunstenaarschap nog lang inspiratiebron mag zijn. Het is voor mij dan ook meer dan alleen maar een eer om u de Stripschapsprijs 1982 te mogen overhandigen. Dames en heren, ik wil u voorlezen doen van het advies van de commissie aan het bestuur van het Stripschapsprijs. Hoewel de grote verdiensten van Martin Toner voor de Nederlandse strip al in 1968 erkend werden door het erelidmaatschap van het Stripschap, vindt de commissie dat dit de toekenning van de prijs niet uitsluit. De geesteskinderen van Martin Toner weten al meer dan 40 jaar velen te boeien door hun belevenissen in woord en beeld. Hij is daarbij van grote invloed geweest op de ontwikkeling van een groot aantal andere en jongere tekenaars en schrijvers. En het feit dat voor het eerst het jaarlijkse boekenweekgeschenk bestond uit één van de strips van Martin Toner, geeft de erkenning weer die allerwege voor zijn werk is ontstaan. Een erkenning die ook van invloed is op de waardering voor het beeldverhaal in Nederland. Een markante mijlpaal in het levenswerk van de net 70 jaar geworden Martin Toner mag de grote Tom Poes en de Bommelfilm worden genoemd, die eind dit jaar zal zijn vertoond. Dames en heren, die Stripschapsprijs 1982 voor Martin Toner.
contract dat dit bijzonder gewaardeerde beeld stond. Dat ben ik erg blij mee. Ik dank u zeer. En ook voor uw woorden. Uw woorden geven mij ook aanleiding om daar even op in te gaan, als het mag. Want dat gezeur hier of dat toneel, dat zullen we niet zo prettig vinden. Maar ik moet eerlijk bekennen, toen ik vernam dat de stipschapsprijs voor dit jaar aan mij werd toegekend, was ik een weinig onthutst. Ik was zeer verrast natuurlijk. En ik ben de jury vooral en ook het bestuur erg erkentelijk voor het ontvangen van deze prijs. Maar ik was zeer onthutst, want ik had eigenlijk gedacht dat ik het stadium voorbij was, dat ik deze prijs waardig was. Ik heb namelijk een vrij zondig geweten wat dat betreft voor de strip. Toen ik jong was, in mijn jonge jaren, ben ik begonnen als een veelbelovend stripmaker. Dat is al vrij lang geleden, in een jaar of 50, misschien al een halve eeuw is dat al. En ik heb knijver strips gemaakt, u weet toch van die stroken tekeningen met wolkjes erin. En na 10 jaar ongeveer werd ik door een lichte hoogmoed bevangen. En toen dacht ik kan in die wolkjes niet genoeg kwijt. Dus ik ga de teksten onderschrijven. Niet wetende dat ik me daarmee op een pad begaf wat verraad was voor een echte strip. Ik ging dus over tot het schrijven en dat beviel me erg goed. En mijn hoogmoed nam toe, vooral gevoed door verkeerde elementen en door duistere gezelschappen als de maatschappij de Nederlandse letterkunde, raakte ik geheel op een verkeerd pad. Ik ging namelijk geloven aan wat meneer de wethouder net literatuur noemde. Natuurlijk had ik dat nooit mogen doen, maar er was toen nog geen stripschap die mij waarschuwde. Dat is toch later pas. En dat was ook de reden dat, ik geloof dat dat in 1968 was, dat ik onder de invloed van slechte vrienden raakte. Ik zal hier geen namen noemen, maar de vriend die ik ook op het oog heb, had zich in de oorlog al verzet tegen de wet. En die was vervallen tot uitgeverij. En als zodanig haalde hij mij over om mijn boeken te laten uitgeven als literaire uitgave. Dat is natuurlijk het dieptepunt waarop een stripschrijver bewonen kan. En die boeken gingen niet eens slecht. Dat is een voedsel voor mijn ijdelheid. Totdat in 1972 geloof ik het stripschap werd opgericht. En met de eerste vermaningen op zachte, vermanende toon verdiende. Maar ik was toen al te oud en te verhard om weer terug te keren op de paden die ik gegaan had. Zodat ik voort ben gegaan als hoogmoedige, bindende figuur die zich dat literaire zou aan moeten leunen. Maar om het kort samen te vatten, ik geloof nog altijd dat de strip niet alleen maar een lobbygeval is. Ik geloof dat het een medium is die een mededeling kan doen aan belangstellenden voor strips, maar ook voor literatuur. Ieder medium dat zich meester maakt van het letterkundige beeld, is literatuur. In Ierland hebben we het veel makkelijker. Er is een handleiding voor stofzuigers, wordt bestempeld als literatuur. En daar hebben ze helemaal geen gekibbel over of dat nou schone letteren of vuile letteren moet zijn. Letteren zijn letteren. En hier is dat een groot onderscheid. Maar het doen van een mededeling in schriftelijke vorm is literatuur. Je hebt slechte literatuur, je hebt goede literatuur. Maar ik vind het, ik ben zo verhard dat ik het niet langer een scheldwoord vind. Dus daarom was ik wat verbaasd dat desondanks het bestuur en de jury mij waardig keurde om dit beeld te ontvangen. En ik ben daar zeer erkentelijk voor. Ik dank u wel.
maken van dat. Nee, ik ben het niet. Ik kijk.